Kijk naar hem. Ik zal naar hem kijken, ja. Ja. Hallo, goedemiddag. Wel, dat is een vreemde vraag, hè, Sava. In die zin dat we dan altijd geneigd zijn om daar ja op te antwoorden. Terwijl als je kijkt naar de cijfers, is dat duidelijk niet het geval. Als je kijkt naar de rol die werkgevers kunnen spelen bij het mentaal welzijn, dan denk ik dat die vrij groot is. Eén, mensen spelen nogal wat, of spenderen nogal wat tijd op het werk. Twee, de identiteit van mensen is ook nogal sterk werkgerelateerd. Ik denk dat bedrijven het taboe rond mentaal welzijn kunnen doorbreken door daar zo proactief mogelijk mee aan de slag te gaan. En dat begint al bij bedrijfscultuur en bij hiring. Als je de juiste man in de juiste job in een juiste bedrijf steekt, dan gaan we zien dat we een groot stuk van dat mentaal welzijn hebben opgelost. La pression est constante. Après, c'est juste, il faut pouvoir la gérer. Avec le temps, je suis parvenu à bien trier en fait les moments où j'ai besoin de cette pression, où j'essaie de m'en débarrasser et où je peux la partager. Wat jij kunt doen als werkgever, is heel transparant communiceren met de mensen die op je payroll staan en je freelancer, eigenlijk elke stakeholder van je bedrijf, van dit is het kader van onze verwachtingen. Hoe voelt jij je daarbij? Hoe ziet jij je daarin functioneren? Ik vind het heel belangrijk om altijd echt voldoende uit te leggen van dit is waar we, dit is onze North Star. Binnen de komende 5 jaar als organisatie willen we daar naartoe. Zodanig dat mensen ook goed begrijpen van hoe draag ik daartoe bij. En ik denk ook dat op zich een stukje veiligheid geeft. C'est important d'avoir des émotions. Quand on travaille, quand on a le plaisir de travailler et quand on est passionné par ce qu'on fait, ça change la donne complètement. Als we kijken naar hoe die omgeving ook een enorme impact kan hebben op het individuele welzijn van mensen, ja, dan is het ook onze taak, onze collectieve taak, om na te denken over hoe kunnen we die ruimtes waarin we werken, die omgevingen waarin we moeten functioneren, beter gaan organiseren, zodanig dat mensen er zich ook meer in thuis voelen. Waarin dat oké is om fouten te maken, waarin dat oké is om een stukje die psychologische veiligheid te creëren, om de ruimte te creëren, ook om feedback te geven en te nemen. En dan denk ik dat je ook veel meer autonomie en ruimte kan laten aan mensen en ook een stukje hun wat vrijheid kan bieden om bepaalde zaken in te vullen. Il faut toujours laisser ses émotions s'extérioriser. Je pense que ça fait aussi partie du fait de se sentir bien dans sa peau. Je peux pas toujours, c'est pas toujours évident, et je le veux pas non plus forcément, de retenir ses émotions et puis d'avoir peut-être de la frustration et des choses comme ça. Ik was recent ergens te gast op een symposium en de werkgever die zei: er hangt een ideeënbus aan mijn kantoor. Hoe komt het toch dat er niemand daar ooit een keer iets in steekt of mijn deur staat altijd open? Ik denk dat dat een goede start is. Tegelijkertijd denk ik dat dat mag gechallenged worden, dat idee. Het idee van niet zomaar te zeggen van kijk ja, kom maar binnen als er iets scheelt. Maar eigenlijk tot aan de werknemer zelf te gaan en te kijken van kan ik iets doen voor u? We zijn niet de meeste recht toe, recht aan cultuur, zeker niet als je dat vergelijkt met de Nederlanders bijvoorbeeld. Maakt het soms moeilijk dat we nogal wat zaken gaan opkroppen? Ja. En in die zin vind ik het ook wel interessant om inderdaad een keer naar die verschillende culturen te kijken en daar een beetje een evenwicht te vinden om toch met open en directe feedback te werken, wat denk ik veel van dat soort stress ook wegneemt. De grootste mythe naar mijn perceptie over burn-out. Burn-out ontstaat niet door een teveel aan werk, een teveel aan verantwoordelijkheid, maar tussen de kloof die ontstaat, tussen de verwachting die je hebt ergens iets uit te halen en wat je er daadwerkelijk uithaalt. En het is die combinatie van je best doen en het gevoel te hebben dat het eigenlijk finaal geen of te weinig verschil maakt en dus ook nooit ophoudt, dat volgens mij een heel belangrijke factor is in die toch al maar stijgende en zeer onrustwekkende cijfers op dat vlak. Dan zou ik het een verademing vinden mochten we de vraag Sava eigenlijk letterlijk nemen en dus ook ernstig nemen en dan ook de tijd te nemen als iemand echt zegt hoe het met hem of haar gaat, er dan ook naar te luisteren. Dat is wat we niet doen. We stellen de vraag en we zijn eigenlijk al weg. Dus denk dat daar
een heel interessante mogelijkheid ligt.